Welkom bij Vlogmas dag 6. Cause we got Christmas soul. Yeah, we got Christmas soul. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer 6 december. Sinterklaas gaat naar huis en de kerst komt officieel onze kant op nu. Adventkalender dag 6, jongens. Het is zover. Ik heb hem nog niet gezien. Ik moet nog zoeken. Dat is logisch als je hem nog niet gezien hebt. Dag 6. Dan moet hij hier zitten. Huh? Oh, wacht. Ik heb hier... Nee, niet. Huh? Oh, gevonden. Hij zit weer aan de binnenkant. Even kijken hoor. Ik zie dus nu weer totaal niet waar het openingetje zit. Oeh, we hebben een heel erg lang deurtje. Ik ben heel benieuwd. Oh, even gauw deurtje eraf halen. Aan de ene kant is het heel zonde dat ik die deurtjes eraf sloop. Maar aan de andere kant denk ik, ja. Het was allemaal open, dat is zo irritant. We hebben vandaag een Creamy Body Shower Gel. Wauw, van de Body Shop. Body Shop, Douglas. Hoe kom ik nou godsnaam bij Body Shop? Mango en Passion. Oh, nice. Als ik dat nou gisteren had gehad, had ik hem gelijk kunnen gebruiken. Want ik heb gisteravond lekker gedoucht. Maar ja, helaas. In ieder geval, ik ga mijn haar een beetje nat maken. Dat staat een beetje overeind. Dus die ga ik even nat maken. En dan ga ik lekker naar school toe. Vanmorgen alleen maar iets gedaan. Videoland heb ik afgezegd. Omdat we dat gewoon bijna niet meer gebruiken. En in plaats van Videoland... Oh, kom op. Doe het nou. In plaats van Videoland heb ik Storytel gekocht. In de hoop dat het... Ik kom er niet uit. Damn it. Even wennen, maar... Waarom ga ik er nou gelijk uit? Ik weet niet hoe ik terug moet. Hoe kan dat nou? Maar in ieder geval heb ik dus Storytel gekocht. Is 2 weken aan gratis, dus dat is allemaal hartstikke lekker. En ja, helemaal toppie. Ik heb mijn make-up gedaan. Mijn haar moet even een beetje fatsoeneren. En dan ga ik naar school toe. Ik heb mijn zachte trui, warme zachte trui. Ik heb het heel erg warm. Blauwe broek en mijn witte schoenen. En vanmiddag moet ik, zijn op tijd uit. Vanmiddag moet ik om 3:45 naar de fysio. En daarna ga ik naar mijn opa en oma. Want dan ga ik vanavond koken. We gaan spaghetti eten met broccoli en wortel en paprika en gehakt en saus en spaghetti. Dus ik heb best heel erg trek eigenlijk erin. Ik ben heel erg benieuwd. Maar ik ga naar beneden. Ik ga mijn dingetjes even klaarmaken. Koffie zetten. En dan ga ik naar school. Goed. We lopen inmiddels buiten. Ik ben behoorlijk veel al audioboeken aan het luisteren. Ik vind het echt heel erg leuk. Dus ja. Voor mij tot nu toe bevalt het voor mij wel. Ik heb er net een uurtje. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En het fijne aan die dingen is dat je het heel snel weer kan opzeggen. Maar goed, in ieder geval ben ik bij de metro. Daarna pak ik de bus. En dan ga ik naar school toe. Ik ben heel erg benauwd. Ik ben heel erg buiten adem. Maar ja. Hopelijk gaat dat zo gewoon voorbij. Kort dagje. Kort voor 1. Dus dat is wel gewoon heel fijn. Ik heb eigenlijk vrij weinig te melden. Ik heb een behoorlijke volle tas bij. Als jullie de video van gisteren hebben gezien, dan weten jullie dat ik drop heb ingeslagen. Dat heb ik ook meegenomen. Oh, ik ben echt moe. Niet normaal. Echt niet. Maar goed. Op naar school. Zo benauwd, echt niet normaal. In ieder geval, ik zit in de metro, mijn haar ziet er ook echt niet uit. Alles staat alle kanten op. Dat is echt niet te doen, maar goed, op naar school. Ik ben thuis en ik heb een hele donkere lipkleur op. Deze is van Essence en... Ik
vind hem echt heel erg gaaf, maar aan de andere kant vind ik hem heel heavy. Ik vind hem ergens ook heel vet. In ieder geval, ik ben thuis. Ik heb net mijn gezicht ingesmeerd met Zwitser, omdat ik een heel erg droog gezicht heb. En het is nu iets minder, want ik heb het lekker ingesmeerd. En ik heb lekker een lipkleurtje opgedaan. Ik ga zo meteen naar de fysio. En na de fysio ga ik natuurlijk naar mijn opa en oma toe. Dan ga ik daar koken. Waar ik ontzettend veel zin in heb. We gaan lekker spaghetti eten. En ja. Nu ben ik eigenlijk niks aan het doen. Ik heb geen huiswerk. Ik heb alleen even mijn tas verwisseld. Want met die zware schooltas, die handtassen die ik gebruik, is echt niet normaal. Ten eerste sloop ik elke tas, omdat het zo zwaar is. En aan de andere kant is het ook niet goed voor je lichaam. Want mijn schouders doen echt zoveel zeer. Ik heb mijn tas altijd hier. Mijn schouder doet zo ontzettend veel pijn. Dus ik heb nu mijn rugzak gepakt. Ik dacht dus dat ik geen rugzak meer had. Maar die had ik dus wel. Ik had nog helemaal tegen mijn maag gezegd. Ik zei, joh, vanmiddag ga ik eventjes van rugtas kijken. Nee, zegt ze, kijk nou eens wat je nog hebt. En nou, het is maar goed ook. Ik had er dus nog één liggen. Ik vind deze eigenlijk wel heel erg gaaf. Planning voor nu is eigenlijk vlogmasvideo's kijken. Ik heb er gisteravond niet heel veel gezien. Dus ik ga even checken wat ik gemist heb. Als je trouwens ziet waarom ik zo aan het krabbelen ben. Ik heb vanmorgen natuurlijk die hele wollige trui aangehad. Maar die trui is gewoon heel erg irritant. Ik heb hem al 4 keer gewassen achter elkaar. Maar die trui verhaart zo erg. Ik kleedde me net om en ik zat helemaal onder die haren. Echt, mijn kleren zitten onder. Mijn laptop zit onder die haren. Mijn schooltas die ik vandaag bij had zit helemaal onder. Dat is echt niet normaal. Dus ik ging met uit en echt overal op mijn lichaam zaten die haren geplakt. Mijn broek, de rand van mijn broek. Mijn oksels, echt niet normaal. Alsof ik gewoon in één keer crème kleurig okselhaar had ofzo. Niet normaal, echt. Ik zat helemaal onder. Dus ik heb die trui gauw in mijn kast gehangen. En ik heb even lekker dit t-shirtje aangedaan met deze iets langere mouwtjes. En ik ga zo meteen even een vestje erover aandoen. Want ik denk dat het best wel fris is buiten. En dan gaan we zo naar de fysio. Eigenlijk wel heel veel zin om naar de fysio te gaan. Dat klinkt misschien heel erg raar. Het is niet fijn, maar ik heb er wel heel veel zin in. Omdat ik gewoon na 2 weken wel weer gewoon zin heb om weer naar de wc te gaan. Maar goed, hopelijk gaat er snel verandering in komen. Voor de rest natuurlijk vanavond bij mijn opa en oma koken. Dus daar heb ik ook wel heel veel zin in. En kijken wat de avond gaat brengen. Ik ben trouwens heel erg blij met deze lipkleur van Essence. Hij is heavy, maar hij is wel heel gaaf. Inmiddels 10 uur. Morgen moet ik om 9:30 beginnen. En ik heb nog niet eens geëdit. Ik ben net thuis. Ik heb heerlijk gegeten bij mijn opa en oma. Ik heb echt gewoon buikpijn van het eten. Ik heb heerlijk gegeten, maar het was best veel. Fysio is enigszins goed gegaan. Mijn bekkenboomspanning is gemeten. En die is een stukje lager als dat ik in het begin was. Ik zat op 15. Wat hoor ik nou? Maar er ging dus bijna iets vallen. Ik zat dus op 15. Helemaal aan het begin. Toen ik begon met de fysio. Dus zat daar niet goed. Je bekkenbodemspieren moeten op 1 of 2 zitten. Qua meting. Nu kom ik op 10 uit. Dus het is aan het zakken. Het gaat niet snel. Maar het is wel behoorlijk aan het zakken. We zijn nu 3-4 maanden verder. Het werkt enigszins wel. Daar ben ik heel blij mee. Dus dat is heel erg fijn. Ik hoop dat het zo snel mogelijk nog verder gaat zakken. En dat ik gewoon weer elke dag normaal naar het toilet kan. Dinsdag moet ik natuurlijk ook naar het ziekenhuis aankomende dinsdag. Dus hopelijk krijgen we daar ook mee te horen wat er nu gaat gebeuren. Ik ga de video gauw editen. Want ik wil eigenlijk ook zo snel mogelijk gaan slapen. Ik ben nog wel even langs de winkel geweest om een kerstster te halen. Dus die ga ik even op mijn boom zetten. En dat ga ik natuurlijk doen met jullie.
Dit is gewoon leuk hoor, jongens. Echt, ik ben zo blij dat ik nu ook gewoon een kerstster heb. Dit is de mooiste kant. De mooiste kant gaat natuurlijk voor. Ik heb gekozen voor mega, maar echt. Oh. Het gaat niet makkelijk worden. Hij staat. De kerstster. Hoe leuk. Super, super leuk. In ieder geval, ik ga de video editen en dan ga ik heel gauw slapen. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar Vlogmasdag 6. En ik zie jullie heel erg snel weer morgen bij een nieuwe Vlogmasdag. En wat gaat het hard? Zit al op dag 6. Tot morgen.